De gemeente gaat bezuinigen op de openbare bibliotheek. En daarom is besloten dat bibliotheek Middenhoven aan de Orion gaat sluiten. Dat heeft Bibliotheek Amsterdam bekendgemaakt. Volgens directeur Christine Kemkes is het onmogelijk om met het overgebleven budget het filiaal nog langer open te houden. Uiteindelijk om de bezuinigingen te realiseren hebben we besloten om Middenhoven dicht te doen. En nou ja, je ziet hoe prachtig het hier is. En overigens nog maar een paar jaar geleden helemaal vernieuwd. Dus het is wel heel erg dat op zo'n prachtige openbare ruimte waar veel mensen hun dagelijkse loopje naar hebben, dat de nek om wordt gedraaid. Ja. Behalve het sluiten van Bibliotheek Middenhoven moet ook het filiaal aan het Stadshart ruimte inleveren. Een half jaar geleden is al besloten dat de benedenverdieping mogelijk verhuurd gaat worden als horeca of winkel. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk vervelend omdat we daar al lang andere plannen hadden. Ook een exploitatievergunning voor een leescafé, meer collectie beneden. En nu is het eigenlijk afwachten en dan kan je niks doen. Bij Bibliotheek Middenhoven bent u voorlopig nog welkom. De bibliotheek gaat pas sluiten begin 2012.